Dat is het. Ik weet ook niet of je hem heel goed kan in- en uitzoomen. Misschien even proberen. Ja? Ja, we zijn live. Ja, hebben we een beetje goed geluid vanuit de andere camera, ander geluid? Wat is dat voor getril? Ja? Ik vind die lompen heel leuk eraan. Deze heeft niet hiermee te maken. Oké, okay, zit iedereen al klaar voor? Oh, bijna. Zit in het geluidje uit. Oh, is goed. Oké, okay, klaar. Is gestopt. Goedemorgen! Ja, we zijn hier met Marion en Charlotte achter de camera. Alexandra bij de chat. En er zitten nog mensen thuis bij de chat. Ik weet even niet meer wie. Maaike. En Charlotte. En Charlotte. Andere Charlotte. Charlotte P. Charlotte T staat achter de camera. Ja, het wordt helemaal weer anders vandaag. In die zin dat we andere spelletjes gaan doen. Want er zijn mensen ziek, dus wij... dat doen we aan vervanging. Wat wel belangrijk is, is dat hier staat een glazen bol, of nou, soort bol, met paaseitjes erin. Nou is het de bedoeling dat je een poging doet om te raden hoeveel eitjes daarin zitten. Wie het dichtst bij komt, die kan een prijs winnen. Maar daar komen we later nog wel op terug. Dus kijk goed naar de bol en kijk hoeveel jij denkt dat er het aantal paaseitjes dat erin zit. Het is niet helemaal Nederlands wat ik doe. Oké. Tot 10 voor 11.
11, want anders kunnen we niet meer kijken wie er gewonnen heeft. Ja, wie er het dikste bij komt, die... Gewoon een keer raden, hè? Gewoon, niet gewoon 100 keer en alles optellen, maar gewoon een keer een goede gok. Ja. Tel ze even in de laagjes en hoeveel er dan in zo'n laagje kunnen zitten. Verrekenen, goede inschatting maken. Ja. Het zijn er meer dan 3. Minstens. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dan komen we later nog een keer terug. Wat we vandaag gaan doen, is een aantal spelletjes. En we beginnen... met tekenen. Ja, dat wordt ook wel Pictionary genoemd, oh ja. Maar wij noemen het gewoon tekenen. De bedoeling is dat wij, Marion en ik, ons de beurt een... hier ligt een stapel met woorden. We pakken een dingetje eraf, er staat aan de achterkant een woord. En om en om gaan we dat tekenen, maar de bedoeling is wel dat jullie ons alsjeblieft willen helpen. Want de ander moet namelijk raden wat de eerste aan het tekenen is. En wij zijn daar niet zo heel goed in, hè? Nee. Wij zijn daar eigenlijk helemaal niet goed in. Dus als jullie degene die moet raden wil helpen, zouden we dat heel fijn vinden. Oké, nou later gaan we nog andere spelletjes doen. Maar dat vertellen we dan later. Zullen we beginnen met tekenen? Ja, dat is goed. Zal ik aftrap doen? Of wil jij graag het eerste woord tekenen? Het maakt mij niet uit. Dan moet ik een woord pakken voor jou en dat je gaat tekenen. Ja, we zijn daar niet goed in. Nee, we zijn daar niet goed. Ik pak het woord, ik weet het woord. Oh. En ik ga het tekenen. Nee, dat ken je niet. Oh? Oh, ja, natuurlijk wel. Ja, natuurlijk wel. Ja. Ik pak het woord, ik ga tekenen en dan moet jij het raden. Oh, ik moet het raden. Oké, okay, goed. Oké, okay, nou, dan begin ik... nee, die is echt heel moeilijk. Mag ik een ander kiezen? Nou, wat dan? Ja, ik mag niet vragen wat dan. Oké. Mag er niet bij praten, hè? Mag er niet bij praten. Mag ik wel kijken? Jij moet hier naar kijken, oh, want daar. Ik ga hier wat tekenen. Ja. Anders dan okay. Wordt het heel erg ingewikkeld. Ja, ik doe even de stoel weg. Ja, dat is sowieso handig. Oké. Okay. En misschien moeten we wel even die 1,5 meter goed in de gaten houden, hè? Zo. Maar, en dat je niet, val je niet buiten beeld? Ik heb geen nee, idee. Nee, dat gaat goed. Nee. Oké, okay, prima. Nou, ben benieuwd. Misschien kunnen mensen het zo zien, maar... Oh nee, die mochten niet zien natuurlijk. Hè? Oh, nee, niet gezien. Komt goed. Ja? Ja, mag ik beginnen? Ja. 1, 2, nu. Even hier. Een hooi vork of zo? Een hooi vork? Nee. Ik ga er even wat bij tekenen dat ik misschien beter snapt. Ja. Een boomstam. Er wordt door Marieke een laars geroepen. Het is geen laars. Oh. Het lijkt wel op een laars. Een laars? Het is geen laars. Nee, maar het lijkt op een laars? Ja. En wat is dat nou? Ja, hier... mag ik meehelpen? Een strand. Een parasol met een lichtstoel. Ja. Het is een land. Juist, het is met een land. Een strand. Een land met een strand. Ja. Of is het een strook, een landstrook? Een landstrook met een strandstrook. Een pier wordt er gevraagd. Wat? Een pier. Een pier. Het is een land. Rood, wit-blauw. Weet je wat? Wit. Rood, wit, blauw? Rood, wit, groen? Ik zie het scherm niet goed. Oh, het is een... het is een land... Italië! Ja! Ja! Ja, Italië! Gerald! Dank u! Dankjewel, Gerald! 1 punt voor jou. Dankjewel. Geen prijs, hè? Geen prijs. Wij doen nee, niet... Nee. We hebben het al zwaar genoeg. Ja. Zo, ja, punten. Even... Ja, even... Oh ja, sorry. Pen gaat hier. Ja.
En dan 1, 2, ja. Ja. Ja, goed in de gaten houden. Ja. Oké, okay, nou mag ik, hè? Ja. Nieuw blaadje. Nieuw blaadje? Ja, ik weet niet of kan je erbij tekenen. Nou, dat is een beetje. Erbij? Oh, nee, een nieuw blaadje. Kan er allemaal in naar de achterkant? Ja. Ja, kan ook nog misschien. Beter, ja. Nee, niet blaadje. Voor de volgende keer. Oh ja, ja, ja. Nou, oké, okay, komt de volgende. Die kijken. Nee, 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 sorry hoor. Oh god. Heb jij die? Oké, okay, ja. Ja, Nou, het ziet er een beetje leeg uit nog. Kubus, kubus. Nee. Nee. Beetje grote, ja. Sta ik me een beetje verkeerd voor. Zo. Zo. Ja. Spelletje. Nee. Kijk, ik heb het zien, John. Nou, is het duidelijk? Nee, nog niet. Nog niet. Nog niet. Wat is allemaal vierkant? Een aquarium? Nee, nee, het is klein. Het is klein. Oh. En dan. Dobbelsteen krijg ik door, kubus. Nee. Dobbelsteen? Ja, dat is een huisdoos. Dobbelsteen is het niet. En dan zo. 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 Kaas? Nee, geen kaas. Nee. Ja, ik weet wel dat ik niet kan tekenen, maar... Dobbelsteen wordt heel veel gezegd. Ja, maar dat is het echt niet. Nee, dat was wel een goed antwoord, vind ik. Slim bedacht. Want een dobbelsteen, die heeft hier ook puntjes. En deze alleen maar zo. Het zijn ook niet puntjes, het zijn... kijk, je kan... Mag je er eigenlijk wel mee praten bij dit spel? Nee? Ik weet het niet. Ja, het is wel. Moet je er iets mee maken? Iets mee bouwen? Ja, ja, bouwen? Ja. Oké, okay, blokken. Ja, maar speciale blokken. Oké, oké, oké. Een stoel, een krat bier. Een krat bier, die vind ik goed. Ja. Kan je ook stapelen, toch? Dat werkt zo net zoiets als krat en bier. Ja, ik kom hier niet uit hoor. Keukentrapje, Lego-blok. Ah! Die? Lego! Dat was hem! Ja! Lego! Wie? Eline! Oh. Ja, goed zo, Eline! Dank u wel! Het is best zwaar werk! Ja, ik vind het wel laat je degene die. Ja, die zitten daar, dat zijn de punten. Ja. Oké. Okay. Nou. Is het een beetje leuk om te volgen thuis? Of is het heel veel reacties? Oké, okay, nou daar hou ik van. Ja, die kant op? Oké. Okay. Ze doen allemaal leuk mee thuis. Oké. Okay. Niet door het beeld lopen. Maar nu kan ik er wel nog eentje ondertekenen, toch? Ja. Zo, komt het hier zo in beeld? Ja, camera. Mijn beeld is anders dan hier. Hè? Komt het in beeld? Hier, komt het hier goed in beeld? Ja. Ja, niet helemaal tot onder. Ja, ja. Ja, toch zo. Okay. Ja, makkelijk. Ja. Oké, okay, kies een volgende woord. Maar jouw kuif valt er bij mij af. En ik heb het nog wel zo lekker geknipt, trouwens, gisteren. Kom maar. Misschien een leuke... Nee, moet ik door? Ja, ga maar door, hoor. Vertellen over mijn haar. Ja, zeg het maar. Maar Jong wil wat vertellen over haar haar. Ja, ik heb gisteravond heb ik nog... weet je, er zijn allemaal verhalen van met de snoeischaar en zelf knippen. En ik zag filmpjes voorbij komen van mensen die kaal geschoren werden. Ik heb gisteren ook mijn haar geknipt. En ik heb het gelijk vastgelegd op film. Dus ik ga hem doorsturen naar Jonne en Maaike voor maandag. En het is best een lang filmpje, want er zit knippen, scheren, douchen, feunen, alles zit erbij. Anneke. Maar het is dus wel leuk als ze dat dan misschien op maandag nog in de uitzending van De Wilg Draait Door er zeg maar bij je willen voegen. Ik heb er heel erg mijn best op gedaan en ik vind het aardig gelukt, ja. Nou, mooi, het zit goed. Even voor de duidelijkheid, ja? Een prijs is er alleen te winnen voor het raden van het aantal eitjes. Oh ja. En dit doen wij gewoon voor de leuk en voor de eer. En,
Ja, dat jullie doen het heel leuk, want jullie doen leuker dan Bassie en Adriaan. Sapper de flap. Oh nee, dat is weer iemand anders. Ik heb een kluisneus vergeten. Nou, heb je trouwens ook gezien die leuke jasjes? Bij, ja, ja. Zo leuk, hè? Ik wilde eigenlijk van die glimmende jasjes. Een beetje... Oh, sorry. Ja, ik... Jij moet er door? Ja. Door. Volgende woord. Volgende woord. Oké. Okay. Ja, hoe gaan we die dan tekenen? Let op, hè. Een snelweg. Een kruispunt. Een kruispunt. Nee. Een broek. Ik zie Anneke nu niet. Nee, dat klopt. Een broek. Een broek. Ja, anders is het geen horloge. Wordt er gevraagd? Ja. Of een riem. Een riem. Specifieker. Hij zit hier aan vast, want alleen het is te kort. Een riem voor je broek. Ja, maar dat heet een... Dat heet een ceintuur. Ja, dat mag ook. Hier staat iets anders. Ander woord. Voor ceintuur, ander woord. Broekriem. Ja, broekriem. Ah, ja, iedereen zei riem, maar broekriem is niet gezegd. Nee, jammer. Ik neem er even een slokje koffie. Mag ik tussendoor? Heel snel. Vind het heel leuk, of jullie het vaker willen doen. Ja, dat zou best wel. Ik denk even een slokje. Ja, mag het? Anders hoppa. Koud, hè? Hoppa. Ja, maar dat is... Ja. Hoppa. Weet je, hoppa. God, dat lukt niet, zeg. Even wachten. Ja. Nee. 1, 2, volgende. Ga weer. Ja? Oh, ja, jij moet weer een nieuw blaadje. Ik moet weer een nieuw blaadje. Er ging echt een mooie broek in trouwens. Mag ik even zeggen dat er een mooie broek in is? Ja, dat is heel mooi. Wie? Iets langzaam. Oh, lang. Oké. Nu ben ik. Ja? Ik pak een woord. Ja? Vind je spelletjes leuk eigenlijk? Ik vind het hartstikke leuk. Oh, oké. Okay. Het antwoord wordt door jullie eerder geraden dan de... Dus misschien moet ik even zeggen van dat het... Ja. De tijd. Wat moeten we zeggen? Oh, dat is misschien wel een goeie, ja. Wij snappen dat jullie het eigenlijk gewoon ook meeraden. Maar er zit een beetje vertraging tussen wat wij hier doen in de studio... En met wanneer jullie thuis zien. En als jullie thuis dan weer opschrijven en dan komt het weer hierheen... Dus dan zie je soms de antwoorden later in beeld dan wanneer jullie het getypt hebben. Maar we zijn echt super blij met alle hulplijnen en extra antwoorden. Zeker. Dus ja, we zijn er niet heel blij. Heel blij. Dus, maar Anneke had het heel goed. Anneke had hem heel snel geraden nu. Ja. Nou ja, als er riem wordt gezegd vanuit het thuis, dan ben je al een eind op weg. Ik ben al op de helft. Ja. Ik heb een woord gepakt. Ja. Moeilijk woord. Moeilijk woord. Moeilijk woord. Nou, het is nu geen moeilijk woord, maar het is moeilijk om te tekenen. God, ik weet niet eens hoe ze dingen zijn. Even kijken hoor. Heb je thuis? Nee. Ja, dat ligt in de camera. Ik doe niks. Ik doe niks. Ga hem even beter houden misschien, die hand erop. Nou, hij doet het nu niet meer. Dit loopt daar alweer achter. Is dat scherp stellen of zo? Ja, dat doet hij automatisch. De ogen? Is het Bassie en Adriaan? Nee. Ik weet niet hoe zo'n ding eruit ziet hoor. Een eend? Paashaas? Ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Laat maar zo. Ik heb geen idee. Ik weet niet. Zo. Uit die oren? Ik heb geen idee. Oh, ik weet het niet eigenlijk. Ik weet ook niet hoe dat loopt allemaal. Een aap, een kuiken.
Nee. Oh, die kuikentjes van Charlotte. Nee. Lijkt het niet op. Sweetie. Donald Duck. Nee. Een kikker. Ja! Ja! Nou. Wie? Ik vind het knap dat je het eruit haalt. Wie heeft dat geraden? Marieke van der Brul en Eline hebben gekregen. Hartstikke goed, Marieke van der Brul en Eline. Dankjewel. Het was echt zwaar werk. Het is moeilijk hoor, een kikker tekenen. Heel goed. Oké. Okay. Volgende woord. Ik ga even het blaadje verwisselen. Oh ja, dat is wel fijn. Dat jij dan de taak hebt van blaadjes verwisselen. Daar hou ik wel van. Oh. Blaadjes hebben we aan. Nou, we moeten naar een ander spel, hè? De achterkant. We gaan straks naar een ander spel, ja. Maar we doen nog even dit. We doen nog even. Oh, wacht. Oh, ja. Ja, ja. Steken. Oké. We doen nog. Nou, nee. Eerst, ik mag niet afblijven. Pakken. Ik mag niet pakken. Nee, ja. Dat kan nou, joh. Verschrikkelijk. Oké. Dit is het geraamd woord. Dan raken we in de war. Ja. Wil je je bril erbij? Nou, ik kan maar niet zoomen hoor. Maar ja, maar hij doet niks. Ik doe niks. De camera die... ik doe niks, maar hij... Kom maar. De camera doet af en toe raar. Ja, dit doet hij automatisch. Anders hadden we staand beeld of liggend beeld. Ik doe niks, hij beweegt nu. Als wij maar leuk zijn, toch? Ja. Daar houden we ons mee bezig. Kom, okay. Volgende woord. Ja, dit is heel irritant inderdaad. Je hoort alles wat je zegt. Jij moet niet praten. Niet praten. Oké, okay, ik doe weer even in de bovenste helft, dan hebben we zo meteen nog een... Niet te hoog, dan komt het niet op beeld. Ja, oké, okay, ja, dat is waar. Even denken, je hoor. Hebt zo het woord dat ik het kan zien. Ja! Zit jij een beetje te spieken? Nee, maar ik kijk naar de platte en... Zo. Oké. Ja, ik ben begonnen. Even opletten. Ja, het ligt echt aan die camera. Een deur. Ja, het is een deur. Maar wat voor deur? Ik ga niet. Nee. Ja, het zou. Ja. Maar hij loopt achter bij jou echt ook. Een kerkdeur? Nee. Wat heb jij nou? Wat hebben we er allemaal niet? Een koelkastdeur, een koelkast. Oh! Een koelkast, een koelkast. Ik wou er nog van alles bij, maar ik ga even doortekenen. Een hoordeur, een voordeur. Nee, het is een koelkast. Nou, hartstikke goed. Het is een koelkast. Het is al een paar keer gezegd, maar ik was iets te laat. Ja, nou ja. En wie had het goed? Meerdere mensen. Meerdere mensen. Oké. Okay. Knap, heel knap. Ik vind het wel. Ja. Ik ga nog een woordje doen. Ja, laten we of zo een ander spelletje. Nee, doen. Nog even nog een woord. Laatste woord. Laatste woord. Nog een laatste woord. Ja. Oké. Okay. Laatste woord. Oh. Tje, die heb ik erbij al. Mogen we trouwens ook af en toe zo'n eitje maken? Nee. Oh. Oké. Okay. Ik heb. Ik heb de cameravrouw is weg. Gaat het goed? Ja. Ja, het gaat goed. Ze even een colaatje pakken, denk ik. Ik heb een... colaatje light. Ik heb een woord. Ja, dit is het. Bangam. Is het vogel? Nee. Horizon. Nee. Met de horizon. Nee. Ik begin gewoon, hè? Ja, nou, dat is heel goed, maar dat is niet goed. Oh. Ja? Even naar beneden, hoor. Broodrooster, joh. Nee. Ja. We hebben nog geen steek. Oh, ja. Wat gaan we hier na voorspel doen? Misschien kunnen we dat eventjes... ik mag even mijn tekentalent. Ja, het is hartstikke inspirerend, heel hartstikke druk. Wielen? Iets op wielen? Ja, iets op wielen. De SRV-wagen. Wacht even. Mag ik even? Ik zou zo graag willen dat de SRV-wagen terugkomt. Ik zou zo graag willen dat de SRV-wagen terugkomt. Er zou nu een goede oplossing zijn. Gewoon bij de mensen. Mag ik kan het even of niet? Stop.
SFV? Ja, voor dat niet vroeger. Picnic tegenwoordig. Picnic heb ik tegenwoordig. En die kom alles brengen. De eerste antwoorden komen binnen. Een bus. Nee, ja. Een auto. Ja, het is wel in de goede... Nee, ik weet niet hoe het moet. Het is wel in de goede richting. Een camper. Ja! Ja, jullie zijn wel heel goed, hè? Jullie zijn wel hallo. Heel... Ik wou gordijntjes erin dan, hè? Had je daarover nagedacht? Deurtje erin? Wat is dat? Luchtvervuiling. Ja, verder weet ik niet hoe het zit. Op plan misschien of zo. Oké, heel goed. Camper. Heel goed. Oké. Dankjewel. Nou, ja, ook dankjewel. We gaan iets anders doen. Want ik vind dat we genoeg getekend hebben. Ik ook. Ja? Welke is leuk? Zullen we het verboden woord raden? Ik vind het goed. Blijven we zo staan of moeten we nog weer eventjes... Vind jij op rechts fijn dan op links? Maar, ja. Maar mij niet uit, zeg het maar. Ja, ik vind aan die kant wel fijn, hè? Ja, nou, ja, doen we even doordraaien. Even, ja. Zo. Maar dat... Ja. Maar dat kan ik niet... Nou, dan mag jij weer eerst. Verboden woord? Ja, nee, ga je moet gaan. Jij? Dan moet ik? Dan even moet uitleggen. Jij? Het verboden woord gaat erom dat we weer zo'n woord pakken. En dan moet degene die het woord pakt, die mag het niet zeggen, maar die kan het omschrijven. En de ander moet weer raden, wat is het woord? Dus, bijvoorbeeld, neem het woord appel. Dan zegt degene die het woord pakt, zegt, het is fruit. Maar geen peer, of zoiets. En dan zeg ik banaan, en dan is het niet goed. Nee. Totdat ik appel zeg. En dan snap ik zo, ongeveer. Dat gaan we doen. We gaan gewoon eerst een oefenrondje doen anders. Dat is misschien... Of is het echt gelijk voor serieus? Laten we gek, lekker serieus. Misschien is het leuk om te zeggen welke prijs ze kunnen winnen voor het raden van de paaseitjes. Of dat er een prijsje komt is. Dat nu een wordt door? Een beetje... Gespeculeerd van... Gosje. Ja, of spelletjes kunnen winnen en zo. Maar dat is net een beetje, het is een aardigheidje. Voor de spelletjes kun je het aankleding. Maar als je dichtst bij het aantal paasuitjes wat hierin zit, als je dat raadt, of het dichtst bij komt bij het getal wat hierin zit, dan kan je een prijs winnen. En dat wordt naar de winnaar wordt dat opgestuurd. En dat maken we zo'n 10 minuten voor tijd maken we dat bekend. Klopt nee, dat? We stoppen met de lijn. Met de lijn? Ja, je krijgt toch bellijn, de hulplijn. Je weet niet die pot. Nee, dit win je niet. Nee, die moeten wij straks opeten. Want wij hebben ook paas, hè? Ja. Dus, en niet de een eruit halen, hè? Want dan hebben we straks natuurlijk verkeerd geraden, hè? Ja. Dus jullie moeten er nu nog even blijven. Marion? Oh. 1,5 meter afstand. Oh ja, dat is ook het beste, hè? 1,5 meter afstand van de paaseitjes, 1,5 meter afstand van de koelkast. Oké, even terug weer. Het verboden woord. Ja? Ja. Laten we gewoon doen. Ja, laten we gewoon doen. Is dat gelijk... Oké. Het is een woord met een dubbele betekenis. Dubbel? Ik bedoel eigenlijk zoiets als pad, wat dan een soort van kikker kan zijn, maar waar je ook over kan lopen. Zo heeft soms een woord 2 of 3 verschillende betekenissen. Dat is bij deze ook. Is het een ding, een gebruiksvoorwerp? Nee. Is het een persoon? Nee. Ja, wat is het dan? Dan moet ik een hint geven. Dan moet je een hint. Ik moet hinten geven. Ja, jij moet een hint geven. Ja. Geef maar een hint. Jij moet niet de vraag stellen. Oh. Het ligt bij de kapper. Een schaar? Nee. Oh. Dubbel betekenis. Het ligt bij de kapper. Haar. Van haar. En haar. Haar. Haar, haar. Wat is dan de dubbele betekenis van schaar trouwens? Ja, dat weet ik ook even. Oh, nee. Maar oké. Het heeft altijd met heel veel mensen te maken. Heel veel mensen. Het register van de burgerlijke stand. Nee, heel veel mensen. Massa.
Ik heb een wasbak door. Wasbak? Nee, wasbak is niet. Nee. Iets meer. Ja. Ligt bij de kapper. Er zit veel mensen te maken. Is een dubbele betekenis. Is het een... Is het een... Oh ja, dit is wel, ja, ik heb wel... Er zit twee keer niet in. Wat zit erin? Twee keer niet. Twee keer niet? Mm-hmm. Is het geniet? Ja, dat gaat, gaat de goede kant op. Heggeschaar. Ja. Heggeschaar, nee. Nee, heggeschaar is het ook niet. Bij de kapper? Als er een nietje zit. Is het jaar? Nietjes, ja. Nietjes. Dan is het een boek. Of een blad. Een blad. Ja, dus, ja. En nu nou hebben we verder een blad. Een blad wat bij de kapper ligt. Wat de dubbele leestafel. Bijna. Komt ergens in de richting. Paddenstoel? Kapperstoel. Oh. Het is een blad wat bij de kapper ligt. Waar veel mensen mee te maken hebben? Of ja, een beetje zoiets van dat je allemaal van die neppe richten erin staan en zo. En, de privé. De privé, dat is een... Nou, Leon. Dat is wel een dubbele betekenis. Ja, Leon. Ja, privé. Ja. Ik dacht, ik moet niet... Ja. Oké. Okay. Wil je liever hier staan of wil je liever daar blijven met je woord? Nou, ik ga lekker zo weer rondlopen. Oh ja, dat is een goeie. Een beetje beweging is... Je moet wel blijven bewegen. Ja, dat vind ik ook. Ik heb trouwens, dat is ook wel een beetje het last als je nu te veel thuis bent en te veel licht en zo. Hè? Dat je een beetje van die opgezette benen krijgt en van die vocht in je kuiten. Geen last van dat? Nee, geen last van. Oh, goed zo. Nou weet ik niet welk stapeltje ik moet hebben. Ja, doe maar blauw. Ja, het is allebei blauw. Donkerblauw volgens mij. Oh. Oké. Ja. Ik moet een hint geven. Ja, graag. Nee, volgens mij is dit het verkeerde stapeltje. Of niet? Nou ja, geeft niet. Het is een welbekend figuur. Ja. Welbekend. Oh ja. Is het de koning? Nee. Oh. Het is een figuur. Het is niet een. Het is een figuur. Een Donald Duck of zo. Zoiets. Oké. Okay. Maar dan heel anders. Niet getekend. Niet getekend. Nee. Oké. Okay. Het is een iemand die die last heeft van zijn ogen. Hij kan niet zo goed zien. Oh. Zonder glazen. Zonder glazen. Een bril. Hij heeft een bril. Ja, een duidelijke bril. Hij heeft een bril. Een imago. Een bril is een imago. Ook. Oké. Okay. Een burgemeester. Nee. Dat een burgemeester is een levend echt persoon. Maar dit is een figuur. Dus een bedacht persoon. Ja, ik geef wel veel weg nu. Ja, nou. Kabouter. Kabouter? Ja, dat zou kunnen zijn. Soms. Maar dat zou je Paulus moeten noemen. Nee, dit is niet Paulus. Oh. Nee. Hij komt volgens mij uit Engeland. Oh, met die Engelse bussen en alles. En, ja. En hij heeft ook een gekke soort balkende pony. Oh, ja. Oh, heeft hij wat er met balkenende te maken? Harry Potter, Bill Smurf. Ja, Potter. Harry Potter. Harry Potter. Joh, daar was ik echt nooit op gekomen. Ik wel. Oké. Ja, doe maar op de gewezen stapel. Oké. Zullen we eens een keer de andere kant op lopen? Voor de van. Ja, daar heb ik tenminste de korte weg. Dat is ook fijn. Ja, begin jij maar vast met lopen. Oké. Nou, de hele tijd van die gekke dingen doen, hè? Ja. Oké, volgende woord. Ja, volgende woord. Moeten we tussendoor nog iets melden? Zijn er nog opmerkingen, aanmerkingen van thuis? Nee. Niks van de helpline? Goede uitleg. Ja.
Okay. De camera beweegt af en toe, maar dat doet hij automatisch met scherpcellen. Dus dat komt door het scherpcellen. Sorry, camera doet er af en toe een beetje... Beetje raar. Zelf moet dus een stabilisator hebben. Ja. Oké. Nou, ik moet even denken waar ik ga beginnen, hè? Want ik kan niet alles gelijk weggeven. Hè? Want ik bedoel, ja, kan ik dan wel zeggen. Het heeft iets te maken met een heel klein diertje. Een piertje? Ja, kleiner. Nog kleiner? Ja, een pier is best heel lang een pier. Oh. Maar dit is wel een heel kleintje. Veel mensen die springen er wel van op de stoel, maar... Het heeft daar wel iets mee te maken. Een flow. Een flow, nee, iets groter. Groter. Kleiner dan een bier en groter dan een flow. Ja. En deze persoon die... het is een persoon. Die heeft daar iets mee te maken, deze persoon. Ja, het is een persoon. Ik neem ook even een slokje water. Het was geen water hoor. Een vlieger, een muis, een spin... Ja, een spin. Het heeft te maken met de spin. Oh. Het heeft te maken met de spin. En een Isabel. Persoon. Huh? Een persoon met een spin. Ja, en het is eigenlijk een... Maar het was een dier. Nee, het was een persoon. Ik begon alleen bij het dier om het uit te leggen. Oh. Volgens mij... Spin. Het is een persoon en hij kan tegen de muur opklimmen. Vleermuizen, een mier. Nee, het heeft te maken met de spin. Het heeft te maken met de spin. Maar het is geen dier. Nee, het is een persoon. Het is een persoon. Het is een persoon. Het heeft te maken met de spin. En hij kan tegen een muur opklimmen. Ja. Hij heeft ook zo'n heel strak pakje aan waarbij je dat wasbordje goed kan zien. Batman. Bijna. Batman, Robin, Batman... Rood met blauw pak. Catweasel. Catweasel? Wie is dat dan? Nou ja. Oh, dat is van jouw tijd. Nee, die had geen wasbord trouwens, maar... met een spin, geen Batman. Spijkerman, Spiderman! Ja, Spiderman! Zou iemand dat? Ja, een paar keer geraden. Oh, oké. Heel goed. Super! Dank u, dank u. Zullen we nog één woord doen en dan naar het volgende dingetje? Ja, dat is een goed idee. Die kant op, de andere kant. Neem even wel, ja. Oh, neem je drink even mee, dan doe ik dat ook. Koffie is trouwens wel koud, denk ik. Nee, niet meer. Nee. Ja, kom. Zo. Goed in de gaten houden, hè, welk glaasje van wie is. Ja. Even bijvullen. Heeft iedereen thuis ook nog wat te drinken? Of moet u nog koffie of thee halen in de tussentijd? Dan weet ik niet welk stapeltje moet hebben. Oh. Deze, hè? Ja. Nou. Er wordt leuk meegeraden thuis. Even kijken. Oh, kijk. Ja, ze doen allemaal mee. Ik heb weer een verboden woord. Ja. Het is een... in deze tijd, deze dagen, deze tijd... is het een... ik zou het bijna uitbeelden. Zoiets. Heeft er iemand... Bugs Bunny? Grote oren. Ja? Grote oren. En een mandje op zijn rug. Je hebt nou een grote oren en een mandje op zijn rug? Ja, dat is de vraag. En pootjes. En een staartje, geloof ik. Pasa's? Ja, nou! Zo! Ja! Zo moeilijk is het niet. Sjoe, hoor. Nou, ga jij even een paar van die eieren verstoppen dan? Nee. Oh. Dan neem ik een slokje water. Heb jij een idee hoeveel er trouwens in zitten? Ik denk 75? Of is dat te weinig? Nog 5 minuten om te raden, hè? Nog 5 minuten? Oh. Zijn er al veel mensen die dat hebben geraden? Een hoop hebben er mee zitten gokken. Oh, oké. Nou ja, ik denk...
Ik denk meer een 75. Ik weet het niet. Mogen wij trouwens ook een gok? Mag je van de wilg ook zelf meedoen? Nee. Want, Oh. Nee, het is voor de mens. Oh ja, want anders heb ik natuurlijk heb ik voorkennis. Dan had ik ze kunnen tellen. Juist. Oh ja. Oh, dat is niet eerlijk. Ja. Doen we nog één verboden woord voordat we doorgaan? Verboden woord. Ga ik hem doen? Gaan we nog een keer een rondje van de zaak doen? Neem je een glaasje ermee, die kant op. Oké. Ja. Oké. Nou, ik hoop dat ik een beetje een leuk woord heb nou, want ik weet wie heeft die woorden bedacht. Ik niet. Oh, goed. Oké. Het is een boek. Een boek? Ja. En iedereen heeft hem thuis. Vroeger. Een woordenboek. Er staan wel veel woorden in, dat wel, maar het is geen woordenboek. Iedereen heeft een boek. Een boek. Het is een boek. Ja. Je hebt de paashaas na, toch? Ja, een boek. Iedereen heeft hem thuis. De folder van de Albert Heijn. Het is, ja... Dat werd hem worden gevraagd. Een dagboek. Heb jij een dagboek, toch? Nee. Ik ook niet. Nee, nee. Het is, eigenlijk is het een beetje het... Bijbel. De Bijbel. Nee, ook niet. Het heeft een kleur in de naam. De Koran? Nee, ook niet. Ik heb geen Koran trouwens. Nee, ik ook niet. Maar volgens mij is het ook een ouderwets woord. Volgens mij is het niet meer. Het is niet meer. Het is een beetje, vroeger had je dat, nu doe je het volgens mij allemaal opzoeken op Google. En toen zocht je het op in dat boek thuis. Dat is kloppelie. Nou, bijna. Ja, dat is wel. Het komt in de richting, maar die heeft ook niet iedereen thuis. Dat moest je sparen, encyclopedie. Het heeft een kleur in de naam. Alleen op de wereld. Nee, het heeft een kleur. Een kleur heeft het in de naam. Nee, alleen op de wereld is het ook niet. Een kleur? Ach, Goshi. Dat was ook wel een triest boek. Ja, dat is ook, ja, met Remy. Een woordenboek. Ja. Woordenboek. Heb ik al gezegd. Nee, ja, die was, al, nee, die was het niet. Oh, nee. Sorry. Nee, ja, ik weet het Gouden wel. Gids. Gouden Gids. Ja, die is het. Yes. Ja. Gerald. Krijg je tegenwoordig niet meer thuis, toch? Gerald, hartstikke goed. Krijg je niet meer tegenwoordig, toch? Of wel? Heb jij nog? Ik heb nog wel iets oud, volgens mij. Ja. Zoek je nou wel eens wat erop? Nee. Of staat die onder een plant of zo? Het is een bijna antiek, dus... Oh ja, we maken nog iets langer. Ik weet het niet. Misschien gaan we nog geld opleveren. Oké, ik stel voor dat we nu even een ander spelletje weer doen. Hoeveel minuten hebben we nog tot de sluitingstijd van het raden van de eitjes? Nog 4 minuten. Oh, het is ook echt, zijn ze streng, joh, hé, achter die camera. Nou, dat geeft niet. We gaan nou een ander spelletje doen. Het volgende spelletje is Wie ben ik? Dat ken je wel van tv of van YouTube of weet ik veel. Gewoon raden, wie ben ik? Ja. Ja. We doen het gewoon voor. Moet ik dan eigenlijk, ik heb het kaartje en dan moet jij vragen, is het een man of een vrouw of zo? Bijvoorbeeld, of ja, bijvoorbeeld. Ja. Oké. Moet ik het eerste, of moeten we nog even wel wisselen weer? Wat? Vergeet je glaasje niet. Vergeet je glaasje niet. Ja, dan gaan we weer. Heb je bril niet nodig? Ik heb groot geschreven. Nee, ik heb groot geschreven, dat is wel fijn. Oké, we gaan naar Wie ben ik? Ik pak je kaartje. Och, die wordt ze in. Ja. Oh. Vraag maar. Is het een man? Nee. Dus het is een vrouw. Of is dat ook? Dat kan ook nog alle kanten op natuurlijk. Is het een vrouw? Ja. Oké. Dat denken we. Dat is zo. Oh, dat is zo. Is het een... Is het een artiest? Zo zou ik het niet willen noemen. Nee. Ja. Nou, geen artiest? Ja, wat is een artiest? Wat is een artiest? Iemand die zingt of die muziek maakt. Nee. Of een kunstenaar. Nee. Oké. Ze is wel bekend? In de wereld? Nou, nee. Weet in Nederland? Ja. In Nederland. Oké, in Nederland. Een vrouw, bekend in Nederland. Bepaalde streken ook, denk ik. Ja, wel door heel Nederland, maar...
wel bekender dan in andere streken. Ja, denk ik wel, denk ik wel. Een vrouw. Ik ben sowieso heel slecht in namen, maar jij denkt dat ik deze wel weet? Ik heb geen idee. Oh my. Het is zo, je ontkomt bijna niet anders. Oh man. Heeft ze huisdieren? Ik veel. Daar ken je er niet van. Ik ken het helemaal. Komt ze op televisie? Ja. Ken je er van televisie? Ik kijk nooit. Oh, ja, als zij er is, kijk jij nooit. Als zij er is, kijk ik nooit. Nee. Oh, je vindt het niet zo leuk of zo? Hou er niet zo van? Vind je het niet zo leuk? Oh. Mag ik niet zeggen? Oh, oké. Okay. Een vrouw, bekend. In heel Nederland? Ja, en de. Staan ze veel in de schijnwerpers? Is het een hele. Alleen die vrouw? Of ken je die man ook? Ja, die man? Welke man? Hoort er geen man bij? Weet ik. Oh, is ze getrouwd? Ik heb geen idee. Ik ken hoe kennen we het dan? Kleine onderbreking. Kleine onderbreking. Nu sluit het raden van de eitjes. Ah. Nu niet meer raden van kom de eitjes. Kom je net erin, hè? Zie je die eitjes dan weer raden? Kan niet meer. Dan hebben we tijd om te kijken wie er het dichtst bij het goede getal zit. Misschien wel helemaal het juiste getal heeft geraden. En dan kunnen we dat. Zou ik een schouten worden gevraagd? Zie je schouten? Nee, die schouten niet. Dat is leuk. Die ga je wel kijken? Soms. Linda de Mol? Nee. Nee, het is iemand. Ik zal een hint geven. Ja, doe een hint. Ze heeft een zachte G in haar accent. Een zachte G? Heb ik het zelf opgeschreven? Ja. Lisbeth List? Nee, die is dood. Ze leeft dus nog. Ze leeft nog? Ja. Had toch gekund, hè? Nou ja, voor zover ik leeft ze nog. Ze heeft een zachte G in haar accent. En ze praat veel met mensen. Die dan zo'n beetje zo'n ander accent hebben. Daar praat ze veel meer met die mensen met een ander accent. Is het waar Maaike zo'n fan van is? Hoe heet dat programma ook alweer? Jawel, we hebben het over gehad maandag. Ik krijg weer de mol door, maar die was het niet. Nee. Maandag, op maandag heeft... Maaike zegt altijd een programma wat ze zo leuk vindt. Hebben jullie dat ergens meegekregen? Fan van het Boeren zoekt vrouw? Ja, maar wie? Die vrouw. Ja, wie is dat? Jinek. Jinek? Nee. Had zij misschien de eerste letter zeggen? De eerste letter van de voornaam is een Y of een I, weet ik het. Y? Kan er maar bij. Ik denk Y. En dan een V. Yvonne van Boer zoekt vrouw. Ja, hoe heet ze van de achternaam? Oh ja, moet natuurlijk helemaal. Hoe heet ze ook alweer? Yvonne. Je zit toch in de goede richting? Een hele goede richting. Klinkt als jas. Ja. Klinkt als jas. Ja, nee, dan weet ik het wel. Mag ik het dan zeggen? Nou weet ik het klinkt wel. Klinkt als Kasper. Kasper met een J. Jasper. Ja, Yvonne Jaspers. Juist. Die is het. Juist. Oké. Maar dat is wel een hele ingewikkelde, vind ik. Ik ben ook niet zo van al die namen eigenlijk. Nee, waar laat ik die nou niet? Ja, op de geweest. Zo. Op de geweest. Ja. Nou, oké. Okay. Zullen we nog eentje doen? Ja. Ik heb trouwens mijn glas leeg. Ik zou hem even niet vullen, wacht even. Je bent wel... Ja, ik vind al dat gepraat, daar krijg je droge mond van. Ik weet niet... Ja, dus... Kan je beter typen? Dat hebben natuurlijk al die mensen thuis. Typen, die hebben niet zoveel last van droge mond. Dat weet ik niet, want dat gaan we zo. Ja, zeg jij het maar en neem jij de regie? Nou, ga je maar eens lang lopen. Oké, okay. Ja, lekker dan. Oh, heel lang. De prijswinnaar is ook bekend, hè? Oh, even wachten. Bouw de spanning op. Zeg eens. Nee. Oh, nog niet. Nee, nog niet. We gaan eerst nog een woord doen. Ja, we gaan eerst nog een woord doen. Dat is wel mooi als een afsluiting van het programma. Doe. Doe nog één woord. Tada, tada, tada. Nee, wat drinken. Tada, tada. Zo. Mag ik dan ook, als het nou toch geraden is, kunnen we best een paar lijntje nemen. Waarom niet?
Charlotte. Oké. Jij mag raden, jij mag vragen. Ja, maar ik hoor niks. Nee, jij moet vragen. Oh, ik moet vragen. Ja, jij moet. Ik wacht op de eerste vraag. Is het een vrouw? Ja. Ah. En is ze bekend van radio, televisie, dat soort entertainment? Ja, ik denk dat de meeste mensen haar daar wel van kennen. Maar dit is niet echt een tv-persoonlijkheid als mevrouw Jaspers. Oh. Nee. Oh, ze is meer bekend van andere dingen. Ja, gewoon bekende Nederlander. Bekende Nederlander. Gewoon. Het is een vrouw, het is bekende Nederlander. Het speelt ze toneel? Denk het niet. Schrijfster, is de schrijfster? Journalist? Nee, dat sowieso niet. Het is wel van de goede doelen. Goede doelen? Ja, van een aantal goede doelen wel, volgens mij. Is het een musical ster? Nee, dat niet. Nee. Is het een muzikant? Ze heeft toen wel een keertje met voor kinderen die muziek maken, heeft ze met al die kinderen een interview gedaan. Dat vond ik wel echt iets wat eigenlijk niet past bij deze persoon, maar wel echt dat soort dingen doet ze wel. Dat vind ik leuk. Een interview? Ja, over muziek. Is het politica? Is het de politica? Het hoort wel bij ons rechtssysteem, maar geen politica. Oh, is het de... Maxima. Maxima. Het is Maxima. Ah, ja. Goed gedaan, Leon. Anne Koningin, ja. Nou, super. Okay, ik vind... Mogen we nu... Moeten we officieel de prijs onthullen? Oh. Maar wat was het aantal? Want dat is misschien eigenlijk wel eerst heel erg leuk. Wat het echte aantal was... Ja, ik weet het. 143. 143. 143 was het goede aantal. Oh, overzichtig is breekbaar. Degene die het dichtste bij de 143 zat, dat was Marieke van Brul. Marieke, je hebt dit gewonnen. Met allemaal paasuitjes erin en andere lekkernijen. Oh, die gaat op de post naar je toe. Dit komt naar je toe. Misschien heb je het nog wel voor de Pasen, hoop ik voor je. Gaat vandaag wel op de post, toch? Ja. Ja, gaat vandaag op de post. Hartstikke gefeliciteerd en goed gedaan. Je had 145, dus het dichtste bij. Applaus, arme kruis van Nederland. Oké, gaan we nog iets doen? Of, Ja, doen we nog één of twee woorden? Tekenen was nog leuk. Mensen vonden tekenen ook leuk. Tekenen. We gaan nog tekenen. Even terugblik. Doe ik even op een blaadje voor jou. Of moet ik hem tekenen? Nee, ik weet niet welk staafje ik moet hebben nu. Wat is nou een teken? Die, doe je die. Ja, dit is het tekenstaafje. Moet ik beginnen? Of gaan we eerst weer een rondje van de zaak? We doen een rondje van de zaak. Ja, jij kan zo leuk tekenen. Door het bewegen gaat het inderdaad het scherp stellen. Het bewegen, ja. Oké, we gaan niet meer bewegen. Nou, heel voorzichtig. Was moet ik pakken of moet jij? Ja, jij mag. Dan moet jij tekenen. Nee, dan moet jij tekenen. Oh ja, ik moet tekenen. Oh, even terug naar tekenen. Sorry hoor. Oh, nou. Oké. Stift. Nou gaat het beeld weer. Ja. Oké. Ja, dat is dan... Even kijken hoor. Als volgt. Geen hint. Krulletjes. Een mevrouw. Yvonne Jasper. Nee. Maxima. Ja, Maxima. Oh, wat schattig. Wallen onder de ogen. Niet goed opgestaan. Oh, is het... sorry hoor. Oh, is een beetje verdrietig. Waar gaat het?
het om? Om de hals, om die dingen? Om deze gaat het om. Losjes op de wangen? Een permanentje. Permanentje? Dat is ook een goede. Permanentje. Ja. Ja. Vul eens even, een beetje details. Zonnebrand? Oh, we gaan, hè? Oké. Okay. Jij hebt zeker niet die tekencursus van Rick gevolgd. Nee. Kijk uit, straks gaat hier de punt niet zo maar mooi. Het gaat om deze dingen. Sproeten! Ja! Sproeten! Hoi. Yo! Ik had niet zelf geraden, maar dankjewel voor de hulp. Oké. Nou, dat was het. Nou mag jij weer. Moeten we heel voorzichtig lopen. Ja. Lekker staan, joh. En blijf staan. Nee, want dan moet je tekenen. Dat kan niet. Stift hier laten. Gaat dat beter? Ja, ze zitten niet op te letten. Ze letten ook niet op. Ja. Nou, een team. Moet jij een woord pakken? Een voorwoord pakken. Hier, tekening. Sproeten. Wie heeft ze verzonnen? Een slokje water. Ja. Kunnen we dan ook nou eindelijk een keer een paaseitje nemen? Nee! Gewoon eentje. Want ik ken, anders moet er morgen, ik weet niet wie er morgen komt hier. Zo, klaar mee. Ja. Oké. Mag je het ook in gedeeltes tekenen trouwens? Dat je zo de eerste helft van het woord en de tweede helft van het woord tekent? Leef je uit. Mag het? Ja. Een zonnetje. Ja, maar dit is niet het ene woord. Oh. Maar ik vind het wel leuk om te tekenen. Oh, een beetje leuk voor thuis toch? Oh. Ja, een stralend zonnetje. Je maakt er een rebus van. Ook toch leuk? Ja. Zonnestraal. Zonnestraal. Nee, dat is het niet. Een zon. Maar tekenen wel even gewoon in zijn geheel ook nog dan, ja? Zondag. Zondag. Die is leuk. Ja. Oh, dat was mis. Lente. Was mis. Dat is ook leuk. Zonnebloem. Ja! Zonnebloem. Als we nu klaar hebben, al die kleine bloemetjes tekenen. Had gekund, hè? Goed, Lisa. Lisa? Heel goed. Briljant. Ik vind het echt briljant. Ja, ik vind hem ook briljant. Ja. Briljant. Oké. Okay. Zullen we nog eentje te laatste. Nog eentje afsluiting. Laat staan. Nee, maar jij moet hier en ik moet daar. Hè. En Alexander zegt blijf staan. Ja, dat kan niet. Voor. Niet bewegen. Oké. Okay. Er kan een heel vervelend dingetje achter in mijn jas. Ja. Ja, dat zit de hele tijd maar aan te prikken. Die ga ik er zo uithalen. Zo'n dingetje, ken je dat zo'n dingetje waar eigenlijk een gaatje aan moet zitten, heb jij hem ook? Ja, maar in mijn prik niet. Vervelend. Stijf. Ja. Nou. Oké. Woestijn. Tennis? Het lijkt er niet op. Dan doe je, gewoon nog, doe je er gewoon nog één. Nog één. Is dat een voorwerp? Ik doe hem ook in twee delen. Ja. Oh ja, dat is goed. Dit is
spatel. Water? Spatel wordt nee, gevraagd. Nee, dat is niet goed. Sorry. Nee. Spatel is niet goed. Is het, ja, ik zou niet op al die hints letten hoor. Dit is het eerste deel. Ja, ja. En dan? Het tweede is... Een roeispaan, een peddel, nee, een nee, ijsje. Nee, ja, Nou. Oké, okay, gaan we met verder. Met dit en dan dat. Met dit en dan dat. Dus... Ja, het is... Dus ijsje heb ik gezegd. En dan denken. Met dit nog. Een gezond ijsje. Water? Ja. Water? Waterijsje. Juist. Oké. Dankjewel. Ja. Woehoe. Dankjewel. Ja. Leuk gedaan. Oké, nou mensen, sorry maar dit was het weer. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk hebben gevonden. Ik vond het hartstikke leuk. En zo voor het invallen, vond ik leuk. Ik vond het hartstikke leuk. Ik weet niet wie er volgende week zijn, dat zien we dan. Nu in ieder geval Marieke van der Brul, je krijgt je prijs van het goede aantal paaszaadjes. Je krijgt je prijs toegestuurd. Heb een goede dag. En wat gaan we morgen gezond. Doen? Hè, morgen? Gaan we morgen doen? Morgen gaan we tekenen. Nee. Morgen gaan we knutselen. Ga ik samen met Rick, zit ik hier weer. En ik ga nog eventjes iets op Facebook zetten met welke spullen je klaar moet leggen voor morgen. We gaan dingetjes knutselen voor in de paastak. Okay. Dus we hebben een beetje met de paaseitjes. Laat die paaseitjes maar staan voor morgen. Kijk, dat bedoel ik. Ja. En nog voor vrijdag, want dan ben jij hier weer. Ja, vrijdag. Vrijdag doen we weer wat we afgelopen vrijdag ook hebben gedaan. Van voor wie zou je iets willen doen? Bijvoorbeeld wil je een gedicht voor iemand maken? Wil je een filmpje voor iemand maken? Stuur het op, dan laten we het zien. Zeg ook waarom je dat voor iemand wil doen. Iemand die je heel erg lief vindt of die je heel erg mist. Zoiets. Dan laten we het zien, lezen we het voor. Ik begreep kaartjes en post en zo.